Op 11 november gaat in Almere Haven de eerste editie van start van het evenement Havenlicht. Dat is een lichtstoet voor en door havenaren. Havenlicht is bedacht door Robin Orcel. Het leek haar leuk om iets te organiseren. Wij gaan uh, op 11 november een. Lichtjesstoet organiseren. Dat is de eerste lichtjesstoet van Almere Haven. Door Havenaren, met Havenaren, voor Havenaren. En uh, op 3 november gaan wij uh, ook nog uh, workshops organiseren. Waar men je eigen lampion kan maken of lichtsculptuur. Uh, Want we organiseren ook in de avond voor de volwassenen een net iets moeilijkere variant. waarbij je eigen lichtsculptuur kan uh, creëren. Waarmee je dan weer op 11 november. De stoet kan gaan lopen. De tocht is gratis. Iedereen die mee wil is welkom. We beginnen de stoet op het plein uh, bij, de, bij het monument De Dolfijn. En daar uh, beginnen we de stoet met uh, een, een brassband. En die gaat, uh, nadat ze een kleine routine hebben gedaan, ook de hele stoet meelopen. Dus we worden gewoon begeleid met live muziek. En daarna. Daarnaast uh, hebben we ook nog inderdaad flow art, uh, artiesten die uh, met hoepels of met een, een verlichte zweep of met waaiers, noem het maar op, ook de soet gaan meelopen. En die geven aan het einde van de soet ook nog een eigen show. De tocht loopt door de hoven, de werven en het centrum van Almere Haven. Het is super leuk. Ik heb er echt zoveel zin in. Het is nu normaal. En dus op 3 november de workshop en dan uh, en daarna uh, de stoet zelf. En ik hoop dat er gewoon heel veel mensen mee gaan lopen. Er zit geen gemeente achter of een organisatie achter. Een of andere club. Het is echt een persoonlijke initiatief. Hè? Ja, ik heb uh, samen een, een vriendin erbij betrokken, Tanja van Hemert. En wij met z'n tweeën hebben dit uh, gewoon uh, uit de grond gestampt, zeg ik dan maar. En uh, wat wel leuk is, uh, heel veel mensen gaan natuurlijk met hun kinderen rond de 7 à 8 uur langs de deuren om uh, hè, Sint Maarten te vieren en om liedjes te zingen en snoep te vangen. Nu gaan wij om 7 uur die stoet lopen. Dus wij wachten aan het einde van de stoet: hebben wij nog voor iedereen een kleine verrassing om nog een beetje dat Sint Maarten gevoel te creëren.